kreeg pas een mailtje van een groep studenten of scholieren van dat ze graag op excursie wilden naar het kantoor van Sekswijk Erfgoed. Ook toch moeten weigeren. Dat zou ook een grote teleurstelling zijn, want het kantoor van Sekswijk Erfgoed is wat je hier ziet, is de tafel met een computer erop. Het is nou nog steeds niet zo dat er een groot kantoor is hier waar heel veel mensen werken. Het is eigenlijk een eenmans hobby moet je het, of een vrouws hobby moet je het, zo moet je het zien. Ik ben er eigenlijk mee begonnen toen de Rode Draad failliet ging, dat was in 2012. En ik vond dat het archief van de Rode Draad beschikbaar moest zijn, of een belangrijke stukken. Maar ik wilde ook laten zien van hoe zag die prostitutie eruit. Meestal zie je in de media dat ene fotootje van die prostituee in dat tijgerbroekje achter het raam. Maar de meeste prostitutie vond gewoon plaats in clubs, privéhuizen, woonhuizen. Die helemaal niet zo spectaculair eruit zagen van buiten. En mijn collega's en ik hadden vroeger ook al bij de Rode Draad een soort gewoonte aangenomen om zoveel mogelijk bedrijven te fotograferen. Ook omdat we bang waren dat die aan het verdwijnen waren. Want er wordt wel eens gezegd dat sinds de decriminalisering of legalisering de seksindustrie alleen maar is toegenomen. Dat is dus absoluut niet waar. Er waren rond 2000 waren er, naar schatting 800 clubs en privéhuizen. En nu zijn er nog 200 zoveel of 300, varieert de opgave. Dus dat is gewoon steeds minder. Je ziet ook steeds meer sluiting. Het aantal werkplekken, dat neemt alleen maar af. De officiële vergunde werkplekken. Ook met de raamprostitutie, ook in andere steden dan alleen Amsterdam. En dan wisten wij ook nog, aan de hand van allerlei verslagen, van hoe het daar was om daar te werken. Dat wisten we van die vrouwen. En dat was ook informatie waarvan ik vond, dat moest niet verloren gaan. Maar het gaat me ook niet alleen om de Rode Draad. Het gaat mij ook om gewoon alle kennis die er een beetje is over prostitutie, om die een beetje te bundelen. En ook gewoon, af en toe werken ook historici mee. Bijvoorbeeld een vrouw in Haarlem, die heeft een geschiedenis geschreven van prostitutie in Haarlem in de 19e eeuw. Nou, die heeft beloofd me te helpen met een artikel over Haarlem. Nou, kijk maar, afbeelding prostitutie. Kijk, dit plaatje zie je overal terugkomen. Nou is raamprostitutie maar een klein deel van de hele prostitutie. Maar altijd hetzelfde plaatje. En altijd met een onherkenbare prostituee. Maar hoe zag zo'n bedrijf er nou echt uit? Van buiten ook. En soms kun je ze zelfs helemaal niet herkennen aan de buitenkant. Zijn het gewoon gewone huizen. En soms ook een beetje vervallen huizen. Een club zie je dan meestal wel, maar ook daar is niet zoveel aan te zien. Maar toch, hoe zag het eruit? Want steeds meer clubs en privéhuizen die sluiten tegenwoordig. Dus dan zou alles ook verloren zijn. Maar verder wou ik ook laten zien van hoe het was voor 2000, voor de decriminalisering. Want ze doen net alsof de decriminalisering de schuld is van alle misstanden. Maar voor 2000 was er ook mensenhandel. Alleen werd het niet altijd zo snel herkend. De politie wist soms ook niet wat ze moesten doen. Er kwam een verhaal tegen uit 1993. De politie had Thaise vrouwen zonder paspoorten aangetroffen, want die mochten ze niet houden. Nou nee, het kwam niet op in hun hoofd op dat wel eens een gevalletje mensenhandel of vrouwenhandel zou kunnen zijn. Toen heette het nog vrouwenhandel. We gaan nu bijna 250 berichten op. Ik kan denk ik nog wel een tijdje vooruit. Want er is eigenlijk ook sinds 2000 en daarvoor zoveel gebeurd. Nou, popularity, behoorlijk. Dus, maar ik weet ook wel van ambtenaren dat ze er ook wel naar kijken. Dat ze het kennen. En, Je hebt heel veel van prostitutie, hè? Je hebt in een boek geschreven ook. Hè? Over meerdere, de historie van de prostitutie. Nou, je bent wel ongeveer professor van prostitutie. Maar je weet er veel van. Ja, dus ik moet zeggen dat er de laatste jaren een heleboel deskundigen bij zijn gekomen. Ook echte deskundigen, hoor. Dat ook
Nou, vanuit vrouwenstudies is er veel meer belangstelling voor gekomen en in de loop der jaren. En er worden ook regelmatig ook, wel wetenschappelijke onderzoeken verricht in Nederland en in het buitenland. Dus er zijn wel meer experts bijgekomen. Opinie beïnvloeden, nou, dat gaat heel moeizaam. Maar ik was pas op een, moest ik een lezing geven. Daar waren ook een paar ambtenaren die me ook wel kenden. En toen werd er ook door een feministe gevraagd van... ja, ik vind het toch wel erg moeilijk hoor, dat je je vagina verkoopt en dit verkoopt en dat lichaamsdeel verkoopt. En ja, zei ik. Ik zat in zo'n forum. Om te beginnen verkopen ze hun vagina enzovoort niet, want die nemen ze gewoon mee naar huis, naar het werk. En die ambtenaar die kwam later naar me toe en die zei ook van... oh, dat gaan we erin houden, want dat is wel een antwoord ook. Dus op een kleine schaal zal het misschien wel werken. En ik hoor ook wel dat mensen mijn site doortwitteren naar bijvoorbeeld de mensen van de ChristenUnie. Van, ga daar eens kijken, dan krijg je meer een meer gevarieerd beeld over prostitutie. Wat ik probeer te bereiken is dat ik... ook zelf een leuke vrije tijdsbesteding heb. Maar ik hoop ook dat mensen die bereid moeten gaan maken... ook een beetje nadenken. En ook bereid zijn om zich van achtergrondinformatie te voorzien.